Vertegenwoordigers van bewoners- en huurdersbelangenverenigingen en VVE Zuid-Gunnoord en het SOBO hebben onlangs een convenant getekend waarin zij afspraken om samen standpunten in te nemen op alle zaken die op de wijk Gunnoord afkomen. Directe aanleiding zijn de plannen om Gunnoord gasloos te krijgen. Komende dinsdag gaat het collectief, dat zich de Gunnoord Belangengroep noemt, inspreken in de commissievergadering waarbij het uitvoeringsrapport over nieuwe energie voor Gunnoord wordt besproken. Aad, Kormans, waar maken jullie je zorgen om? Want ik hoor in alle publicaties dat jullie je zorgen maken. Waar maken jullie je zorgen om? Ernstige zorgen over de betaalbaarheid van de hele transitie die wordt voorgesteld in het rapport over Gunnoord als eerste wijk in Schiedam, los van het gas. Dat moet in 2030 gebeuren? Nee, dat moet in 2030 moet de wijk volledig los van het gas zijn. Ja, dat zijn. Bedoel ik, hè? Dat moet het geregeld zijn. Ja. Maar dat is toch wat we met elkaar in Nederland hebben afgesproken? Jawel, je kunt wel afspreken, maar het zal door de consumenten, en dat zijn wij, betaald moeten gaan worden. En dat geldt voor huurders en voor eigenaars, want Gunnoord bestaat grotendeels uit flatgebouwen met een VVE. Een gecombineerde vereniging van eigenaren. Ja, een vereniging van eigenaren met een x-percentage wat fluctueert per flatgebouwen aan huurders. Maar voor beide maken wij ons zorgen. Vandaar dat we voor beide ook verenigingen hebben gezocht. En dat was geen opgave. Men kwam heel spontaan en snel om met elkaar te kijken wat kunnen nou onze standpunten zijn tegenover datgene wat op ons afkomt, niet in een verwijtende zin of in een lelijke zin, wel uit een kritisch meedenkende zin, maar vooral met vele, vele vragen en we hebben er zelfs 3 A4'en vol. Noem eens de belangrijkste vraag, je hebt het net over kosten. Kosten, ja. Kosten voor de eigenaren en voor de huurders. Hoeveel gaan mensen dan meer betalen? Laat ik het dan even die typische Nederlandse vraag stellen. Nou, het primaire punt van verschil wat wij hebben met het rapport, om even nog niet door in te gaan op jouw vraag, dat is het gegeven dat zij niet eerst isoleren, maar alleen aansluiten en zowel los van het gas dus. Maar waarom is dat isoleren dan zo belangrijk? Nou, omdat de flatgebouwen in Gunnoord zijn gemiddeld zo'n 50 jaar oud. Ja. En dat betekent dat ze slecht tot heel slecht geïsoleerd zijn. En als je daar dus een nieuwe warmtebron in brengt, die nota bene door grotere radiatoren te plaatsen en daardoor meer kubus inhoud te krijgen, ja, ga je er ook meer in pompen. En als de tarieven bij wijze van spreken gelijk zouden blijven, en die zijn nu al inmiddels verhoogd, dan gaan we dus nog meer verstoken. En dan krijgen we een dubbelslag, hogere stookkosten en een hoge aanschaffingsprijs. Want je moet ook allerlei randapparatuur aanschaffen. Ja, om die de huurders, WoonPlus, schenkt haar huurders een inductieplaat en een pannenset. En dan gaan ze workshops houden. En, laten de huurders zich geen zand in de ogen laten strooien. Want ook zij worden geconfronteerd met ook die grotere radiatoren en met meer kubus. En daar zal ook de rekening hoger gaan uitvallen. Ja, nou, je maakt hem zelf nu net de opmerking. Hoeveel gaan mensen dan meer betalen als die transitie er is? Nou, die transitie alleen, ik kan niet inschatten omdat in de rapportages nog vele aannames vermeld staan, zodat het zich niet laat omrekenen. En dat is ook een angst van ons. Maar ze weten al wel te zeggen dat de aansluitkosten voor de eigenaars plus minus 15.600 euro gaan bedragen. Dat 15.000 per huis? Per appartement. Per appartement? Ja, dan heb je alleen maar aansluiting. Ja, en wat komt er dan nog bij? Nou, wij zouden eerst willen isoleren om ook plezier van die aansluiting te kunnen krijgen. Ja. En dan creëer je ook draagvlak voor degene aan wie je vraagt om te investeren en die inspanning te doen. En dat als je het omrekent, wat zij dus voorstellen, ja, maar wij snappen dat die VVE's dat niet kunnen betalen. Doen jullie dan maar eerst aansluiten, dan hebben wij een langlopende lening voorhanden.
WoonPlus heeft 53 miljoen staan om voor heel Groenoord leningen af te sluiten. Daar zit want die eigenaren gaan dat gewoon zelf betalen, toch? Ja, dat moet. Ja. En, okay. Maar kijk, omdat er ook een moeten in zit, wij worden ermee geconfronteerd. Ook landelijk. De landelijke politiek kan wel zeggen, we moeten om. En dat snappen we, want het gas is dadelijk afgelopen. Maar wij kunnen niet zomaar vanuit dat gegeven alles zelf gaan bekostigen. Daar zit een groot angstmakend knelpunt. Ik ga even naar de andere tafelgast, Roger de Jong. Deel je die angst? Want jullie hebben echt gaan kijken hoe kunnen we nu met elkaar. Hè? Dus jullie hebben volgens mij duizenden eigenaren en huren bij elkaar weten te brengen. Ja, dus dat is een goed initiatief. Die angst, die deel je? Die angst die deel ik zeker. En zeker ook ten aanzien van de huurders. Er werd in het rapport een kleine rapport van de gemeente. Hè? Ja. Het kleine rapport werd kleine verwijzing gemaakt dat de woningen dus door de aansluiting op het warmtenet 21 WWS-punten meer gaan krijgen. Wat zijn WWS-punten? Ja, woningwaarderingsstelselpunten. En, dat betekent de maximaal redelijke huur die je voor een woning zou mogen betalen. Ja. Als ik het dan even heel snel terugvertaal, dan is 21 WWS-punten 105 euro meer. Dus, per maand? Per maand. Wat je als huurder meer gaat betalen? Maximaal redelijke huur. Ja. Daar hebben we het over. Jullie gaan dinsdag naar de commissievergadering om daar in ieder geval de wethouder Ooyevaar ook toe te spreken. Wat is jullie boodschap? Onze boodschap is dat eigenlijk de signalen die vanuit een grote groep neergelegd zijn. Want hoe groot is die groep? Zijn het honderden, duizenden? Nee, we praten echt wel over de vertegenwoordigers die hier getekend hebben, het convenant ondertekend hebben. Hebben het echt wel over duizenden mensen. Oké. Okay. Dus in ieder geval de vertegenwoordigers van zoveel appartementen. Dus het is denk ik een groep die heel serieus te nemen is. Ja. Nou ja, goed. De mensen die zijn dus ook best wel verbaasd over het grote draagvlak. Het zijn niet de signalen die vanuit de groep die bij ons aangemeld zijn, die daar binnen zijn gekomen. En jullie gaan dinsdag naar de commissievergadering, ja, om daar het standpunt te delen. Wat wordt jullie kernboodschap? Wat moet blijven hangen als jullie daar zijn geweest? In ieder geval dat de groep, zoals die zich nu heeft aangemeld, dat daar serieus mee gesproken gaat worden. En hoe dan? Nou ja, er zijn nu al gesprekken gaande. Met de gemeente? Met de gemeente. Er zijn ook al meerdere keren vragenlijsten en dingen opgesteld. Er zijn aan een aantal zaken is men wel tegemoet gekomen, want een aantal van onze punten zijn ook zeker verwerkt in de laatste rapportage. Dus we zien dat daar. Wat blijft dan nog hangen waar je zegt, daar hebben we echt buikpijn over? Nou, dat zijn nog een heel veel van de punten. Noem maar eens drie. De aannames, bijvoorbeeld alle aannames die erin zitten. Die aannames die betreffen eigenlijk allemaal de betaalbaarheid. De betaalbaarheid. Het gaat eigenlijk om van wat merken mensen ervan in hun portemonnee. Ja, en de betrouwbaarheid. Laten we eerst even die aannames van de betaalbaarheid even doen. Ja. Wat zit er nou nog? Welke haar zit nog in de soep dan? Qua betaalbaarheid, als je hem vertaalt, als zij alleen volgens hun rapportage het gedaan kunnen krijgen dat ze eerst die aansluiting maken, dan vertaal je dat grofweg per VVE aan een maandelijkse ophoging door een langlopende lening te sluiten van 30 euro per maand. En dat is een gigabedrag voor de meesten, want er zit een misrekening in. Er wordt dan wel gezegd, ja, voor de huurders, daar willen we woonlasten neutraal. Nou, hij geeft al aan, volgens de wetgeving vallen ze dadelijk in andere labeling. Maar aan de kant van de eigenaars lijkt het alsof het rapportage die ze schrijven, dat het allemaal rijke mensen zijn. Dat is allerminst waar. De eigenaars die er zijn, zijn veelal oud-huurders van WoonPlus. En WoonPlus heeft in de jaren dat het nodig was, financieel, om meer buffer te krijgen, een heleboel huurwoningen verkocht. En daar waren zij de eerste gegadigden. Nou, die mensen, die zijn veelal nu ook gepensioneerd. Die hebben een AOW en een klein pensioen. Waarom beginnen ze eigenlijk met Groenlo, de gemeente? Vanwege het gemak.
qua aansluiting op die leiding die er al ligt, dus van de gemeente Rotterdam. En, even uitleggen? Nou, er ligt een leiding vanuit de AVR Rozenburg, hè, de vuilnisverbranding, want die heeft zoveel restwarmte. Ja. En dat ze daar een pijpleiding, een ringleiding om Vlaanderen. En daar kan Groenoord op aanhaken dan. Sluis. En daar zouden we op kunnen aanhaken en Groenoord ligt daar vlakbij. Dus fysiek gesproken is dat eigenlijk voor de hand liggend. Ja, oké. Okay. Wat is het andere punt wat jullie nog dinsdag onder aandacht willen brengen? De betrouwbaarheid. En daar bedoel je mee? Daar bedoel ik twee dingen mee. Aan de kant van de aansluitingen. Er zijn absoluut geen garanties dat die warmtetoevoer die er zal komen in alle appartementen op 70 graden zou kunnen zijn. En wat gebeurt er bijvoorbeeld als met de tarieven, als de AVR straks geconfronteerd wordt met de CO2-tax die er gaat aankomen, want de klimaatwetmaatregelen moeten nog uitgerold worden, worden we mee geconfronteerd. Aan de andere kant de betrouwbaarheid van op welke gronden wordt er dadelijk een besluit genomen, want er ligt over hun rapportage een saus heen. Door middel van de genoemde stadsgesprekken die men heeft gehouden, alsof de mensen allemaal tevreden zijn over dit plan. Wij als groep, en dat zijn er velen, hebben dat niet kunnen waarnemen. Natuurlijk hebben we het aangehoord en vonden het een interessant gesprek. Er zitten maar er is niet meegedaan wat jullie ervan verwachten. Absoluut niet. En, maar even, op dat stadskantoor zijn toch ook allemaal geen koekenbakkers. Die gaan toch ook geen plannen lanceren waar je achteraf denkt, nou ja, er is geen draagvlak voor of het is niet goed doorgerekend. Waar hebben zij dan de plank misgeslagen? Het kan een kwestie van communicatie zijn, dat met weet wie? Ik niet. Geen idee, ik kan daar niet in kijken in hun keuken. Dus ik weet niet hoe daarover gesproken wordt. Wij zorgen er in ieder geval voor dat de politieke partijen wel door ons worden geïnformeerd met de gegevens die er zijn. Ja, want jullie hebben ook steun van een politieke partij in de raad? Zeker. De oudere partij? Ook. En wie nog meer? We gaan nog bezoeken andere partijen. En, de komende dagen. Ik hou het nog even in de portefeuille, wie er allemaal zijn. En, want we hebben er ook nog drie staan. En, dus ik wil ze even uit de wind houden. Het is interessant om een dinsdag te komen luisteren, om te kunnen zien hoe zij zullen reageren op dit geheel. Die zijn die aan het voorwarmen, die partijen? Ja, ja, ja. En dan wil je niet vertellen wie dat zijn? We zijn onder ons. Hè? We zijn onder ons. Jawel. Op de televisie. Ja, okay, ja, maar we zijn hier wel op de televisie. Ja. En kijk, het kan leiden. Als ik zeg wie erbij betrokken wordt, wil ik de suggestie niet wekken hier dat zij een bepaald gedrag al gaan vertonen. Maar is het een meerderheid in de raad dan als jullie... Ja. Ja? Oké. Okay. En dinsdag ga je er naartoe. Komen al die honderden duizenden mensen ook op de tribune zitten? Mag ik even vragen, Roger? Nou, jullie gaan mensen uitnodigen natuurlijk. Je mag ervan uitgaan in ieder geval dat we niet alleen Aad Korgemans en er nog één persoon bij is. Wel met rumoer en spandoeken? Nou, ik weet niet of de spandoeken worden toegelaten. We doen het heel netjes en correct. En want we zoeken ook geen ruzie. We zoeken juist de synergie. De dialoog zoeken jullie? We zoeken de dialoog en de synergie. Oké, okay. En stel je voor, kunnen jullie dinsdag al een antwoord verwachten? Verwachten jullie dat dan? Geen idee. Wat zijn de signalen? Ik heb geen signalen ontvangen dat er een dinsdag al een besluit genomen wordt. Want kijk, het besluit over dit project, dat hebben we al bereikt. Dat wordt pas over een jaar genomen. Dus men neemt nog even de tijd. Dus dat geeft ook aan dat er een erkenning is voor de vele problemen die nog te tackelen vallen. En ja... Het andere trouwens nog even over die betrouwbaarheid, want ik vind dat heel essentieel hoor. Als je met elkaar wil optrekken en je wilt synergie wekken bij elkaar, dan zal die betrouwbaarheid daar in een grote rol spelen. Hebben jullie de wethouder al gesproken? Ja, ik ben daar weer geweest. En wat zei die? Nou, die heeft daar kennis van genomen. Nee, dat vraag ik niet. De vraag wat dat is een politiek correct antwoord. Die heeft daar kennis van genomen. Maar heeft hij dan gezegd, joh, ik heb jullie verhaal gehoord en ik volg mij, hebben jullie wel een punt? Nou, ik denk dat hij het goed begrepen heeft, maar hij is denk ik strategisch genoeg om zich daar niet direct over te laten. Heeft hij een politieke agenda om te zeggen van nou ja, ik wil daar en daar uitkomen? Nou, dat vraag ik me af, dat weet ik niet. Nee. En kijk, en nogmaals, dat bedoel ik niet in het negatieve, maar hij zal ongetwijfeld zijn motivatie hebben. Ja. Wij hebben de motivatie dat we staan voor de bewoners van Schiedam. Wij zijn Schiedammers, we moeten los van het gas, dat moet zo goed mogelijk gebeuren. En als dat gebeurt, zoals bijvoorbeeld in Nijmegen, waar ze echt creperen van de hoge rekeningen die dat teweeg hebben gebracht. Ja, okay. Nou. Wanneer zijn jullie tevreden, Roger?
We zijn tevreden als de dialoog, in mijn beleving, echt een keer op gang gaat komen. En, dan, en we echt, echt stappen kunnen gaan maken en alle gegevens en alle zaken zoals ze er liggen echt op tafel komen. En hoe zou zo'n dialoog er dan uit moeten zien? Hoe zou zo'n dialoog eruit moeten zien? Ja, ik denk dat als je dat zou mogen inrichten? Als ik dat in zou mogen richten. Ja? Ik denk dat we dan aan de hand van de vragen die er zijn en dan met de groep die dit allemaal het convenant ondertekend hebben, dat we met z'n allen echt aan tafel gaan zitten, de zaken door gaan spreken en ook openheid van zaken gaan geven. Ook bijvoorbeeld waar nou dat grote draagvlak bijvoorbeeld vandaan komt, wat er volgens de gemeente Het gesuggereerde draagvlak. Het gesuggereerde draagvlak, ja. Oké. Gaan jullie hier uitkomen, denk je? Dat hopen we van harte. Daar zijn wij wel op uit. Ja, nee, maar er zitten zoveel variabelen in. Ja, als je echt onze rapportages... Ik heb het meegebracht. Ja, het is een hele stapel. Dat is een hele stapel. Dus daar hebben we echt kan van alles zijn trouwens. Hè, natuurlijk. Het geeft dus wel aan wat een ongelofelijke problemen we tegenkomen. Ja. Dat moet allemaal nog getackeld worden. En met name die betaalbaarheid. En we zullen subsidies nodig hebben vanuit Den Haag. Er zal ondersteuning moeten komen van het bedrijfsleven. We zullen het echt samen moeten doen. En zakgeld is er nodig? Hoeveel zit er in die zakgeld? Nou kijk, als je het omrekent, die 53 miljoen die ze nodig hebben, die ze hebben voor die langlopende leningen, betekent dat 15.600 zitten ze nu en er is 17.000 per appartement beschikbaar. Dat is ook een zorg voor ons, want als oud ondernemer, 1400 euro reserve, wat daartussen zit, is een zeer wankel gebied. Dus ook daar maken wij ons zorgen. Oké, de commissievergadering is aanstaande dinsdag. Waar, hoe laat? Wanneer spreken jullie in? Op Stadserf, we zijn gepland. Ik heb een brief ontvangen om 8:50. 8:50. En hoe lang is je inspreektijd? Nou, ik hoop wat langer dan de gestelde 5 minuten. Nou, dat zou je dus heel compact moeten... Die praat ik zo vol. Ja, dat is, we hebben inderdaad gemerkt hier ook aan het houden. Hey, ik wens jullie heel veel succes en we blijven dat uiteraard van harte volgen. Dank jullie wel. Oké, dank je.